Steekincident kost 1 persoon het leven. Gevluchte dader Beunigse vergismoord weer opgepakt. En rechter zet Krakersgroep opnieuw uit Nijmeegs pand. Een steekincident aan de Graafseweg in Nijmegen heeft zondag aan 1 persoon het leven gekost. Het incident gebeurde zondag omstreeks 3 uur 's middags in of nabij een woning aan de Graafseweg, tussen de Rozenstraat en de Hatertseveldweg. De politie hield vrijwel meteen een verdachte aan. Deze man werd afgevoerd met een bruine zak om zijn handen, vermoedelijk om sporen veilig te stellen. Het dodelijk slachtoffer, wiens identiteit nog niet wordt bevestigd, zou in de tuin van de woning liggen. Buurtbewoners reageerden geschokt. En de politie heeft zondag in België August D. opgepakt, die sinds december voortvluchtig was. D. werd die maand veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf voor de betrokkenheid bij de moord op de Nijmeegse klusjesman Mehmet Kilisoy. Een zaak die bekend zou komen te staan als de Beunigse vergismoord. D. werd op 21 december in de rechtbank verwacht, maar knipte zijn enkelband door en sloeg op de vlucht en verdween van de radar. De politie zocht zijn dienst met allerlei middelen naar de man. Deze zondag troffen agenten de 33-jarige D. met een vrouw aan in een auto in de buurt van Wommelgem in België. Hij zal binnenkort aan Nederland worden overgeleverd. Bij knooppunt Valburg is vanochtend een vrachtwagen gekanteld op de verbindingsweg van de A15 vanuit Gorinchem naar de A50 richting Nijmegen. Het ongeval gebeurde rond 7:15. Hoe de vrachtwagen kon kantelen is nog onduidelijk. Wel blokkeerde hij de volledige weg. Rond het middaguur werd de weg weer vrijgegeven. Afgelopen vrijdag diende er een kort geding dat vastgoedmagnaat Tom Hendricks had aangespannen tegen Krakersgroep Jantien. Zij bezetten sinds kort een pand van Hendricks aan de Nijmeegse Karregas. Hoewel beide partijen aanvankelijk niet wilden reageren op de afloop van de zaak, laat de Krakersgroep dit weekend via sociale media weten dat ze het pand hebben moeten verlaten. Tegelijk deden ze een oproep voor hulp bij het leeghalen van het pand. Het bericht werd afgesloten met de mededeling dat het kraken door zal gaan. In het nieuwe zonnepark Overbetuwe is afgelopen weekend het eerste zonnepaneel geplaatst. Dat werd gedaan door wethouder Horsthuis Tangerdeur van Overbetuwe. Hiermee is de aanleg van het park ter hoogte van het buurtschap Reet officieel van start gegaan. Het park maakt deel uit van de energietransitie die is opgenomen in het gemeentelijke programma Duurzaamheid. Cybercriminelen die je identiteit stelen om er geld mee te verdienen. Digitale criminaliteit is de snelst groeiende vorm van misdaad en daardoor worden steeds meer mensen het slachtoffer. Zo werd recent een vrouw uit Nijmegen het slachtoffer van iemand die een energiecontract op haar naam heeft afgesloten. Zelf heeft ze helemaal niets met drugs te maken, laat staan de productie ervan. Wietplantages, ik hou me graag bezig met dingen die de maatschappij juist beter maken. Niet met illegale praktijken. Maar ver van haar woonplaats Nijmegen op een boerderijtje in de Achterhoek lijkt het er sterk op dat er wiet wordt gekweekt. En dat wie daarachter zit haar naam en rekeningnummer heeft misbruikt om stroom af te nemen bij energieleverancier Energie Direct. Van wat ik nu heb meegemaakt lijkt dat er inderdaad op. Maanden achter elkaar wordt er elke maand meer stroom verbruikt dan een gemiddeld Nederlands huishouden in een heel jaar doet. De Nijmeegse moet opdraaien voor de gemaakte kosten. Zeker wel duizenden euro's, want er is meer dan 10.000 kilowattuur verbruikt. Ze doet haar verhaal anoniem omdat ze bang is. Uit angst voor dat soort mensen wil ik graag anoniem blijven. Ze heeft aangifte gedaan bij de politie, maar die liet een dag later weten de zaak niet in behandeling te nemen en verwijst naar Energie Direct. Die energieleverancier stuurt haar aanmaningen met bijkomende incassokosten. Dus de politie lijkt het niet heel serieus te nemen. Energie Direct lijkt het niet heel serieus te nemen. De politie is sowieso onderbezet. Maar ik denk dat ze qua kennis voor digitale criminaliteit achterlopen op de criminelen die zelf natuurlijk een hele grote prikkel hebben om zich hier wel heel erg in te specialiseren. Want ze kunnen er grof geld mee verdienen. Energie Direct is niet bereikbaar en reageerde ook niet op mails. Wel is de Nijmeegse inmiddels benaderd door Energie Direct om een afspraak te maken voor een gesprek deze week. Een woordvoerder van de stichting, die eigenaar is van het pand, laat weten dat het gekraakt is en ook verschillende keren contact gezocht is met de politie. Dit leverde niets op. Ja, dan kijken we weer even naar de sociale media. De Vierdaagse lijkt nog ver weg, maar dit weekend is het Vierdaagse Orkest alweer begonnen met hun repetities.
Dat laten ze weten met een aantal foto's op Instagram. Zoals ieder jaar bereiden ze zich voor op een uitdagend repertoire. Vanaf nu oefenen ze elke zondagochtend in de Schouwburg en Kuik. Het Citadel College meldt op Facebook dat Jorik uit 6 VWO het goed doet in de Biologie Olympiade. Van de 5800 deelnemers behoort hij inmiddels tot de beste 40. Binnenkort volgt er een toets waaruit zal blijken wie de 20 finalisten worden. Het college wens Jorik uiteraard veel succes en veel plezier. En de organisatie van de Dag van het Levenslied maakt via Facebook bekend dat zanger John de Bever één van de grote namen is op de komende editie van het evenement. De zanger staat op Moederdag op het podium in het Valkhofpark in Nijmegen. Er is ook nog een tweede special guest, maar deze naam is nog niet bekendgemaakt. De Dag van het Levenslied vindt op 14 mei plaats en is gratis toegankelijk. Ja, en dan sport. NEC speelde gisteren thuis tegen FC Utrecht. De Nijmegenaren doen nog mee om een plek voor play-off voetbal voor Europees voetbal. Dus punten pakken tegen de nummer 7 uit de Eredivisie zou NEC goed helpen in die strijd. NEC moest het doen zonder de geblesseerde Lasse Schöne en kwam in de eerste helft al op een 1-0 voorsprong. Aan het begin van de tweede helft maakten ze de 2-0. Niks aan het handje leek het voor de ploeg van Rogier Meijer. Maar binnen 5 minuten maakte Utrecht 2 doelpunten en komen zo terug op 2-2, dat ook de eindstand is. 2 fouten achterin kostte NEC dus 2 punten. Ben je dan teleurgesteld als trainer? Ja, teleurstelling natuurlijk, gezien het wedstrijdbeeld en het scoreverloop van deze wedstrijd dat je niet gewonnen hebt. Dat overheerst. Want je hebt ook heel goed gespeeld vandaag, ook. Ja, nee, maar dat weet ik wel. En dat voel ik ook wel en dat zie ik ook wel terug op de tribune. Volgens mij hebben we 75 minuten lang echt goed gespeeld. Kansen gecreëerd, meer goals moeten maken. Alleen de uitslag uiteindelijk is 2-2 en dat is zuur. Ja, het zijn wel rot goals om tegen te krijgen, ik kan me voorstellen als coach. Ja, zeker omdat het... Omdat het een soort van details zijn. Hè? Ik bedoel, als je de eerste goal ziet, die tikken we eigenlijk zelf mee als steekpaas. Ja, daar moet je, vind ik, gewoon ook wat minder risico nemen. Dus lichaam ertussen, bal eruit. Ja, en dat is bij de tweede eigenlijk ook. Die laten we eigenlijk zo weglopen over de achterlijn. Ja, dat zijn dan niet echt tactische dingen, maar meer de uitvoering van verdedigen. Je wist het nog wel aanvallend op zoek naar de 3-2. Je kent een grote kans met Tafsan. Ik denk dat het ook meespeelt in je teleurstelling met het resultaat vandaag. Ja, want na de 2-2, ik hoorde Dorsnecht zeggen, ja, toen hadden zij het momentum. Maar dat draaiden we eigenlijk ook weer om, omdat we toen wel weer het gaspedaal intrapten. En druk blijven zetten en vooruit voetballen. Ja, dan krijg je ook nog mogelijkheden op de 3-2 en een grote kans. Alleen, daar hebben we wel eens vaker gezegd, dat vinden we nog wel moeilijk om alle kansen te benutten. Ja, en het was vandaag een beetje een gekke dag. Enerzijds was de temperatuur vrij aangenaam met een graad of 16, maar tegelijkertijd viel er ook de nodige regen en was het vooral erg winderig. Morgen zakt de temperatuur iets terug, maar het blijft nog steeds 12 graden. De wind die nemen we ook nog even mee naar de dinsdag. Woensdag op verkiezingsdag trekken er eerst nog wat winterse buien over het land, maar in de middag breekt de zon door en wordt het nog best een prima dag. De dagen erna blijft het wisselvallig. Op donderdag is de zon weer minder aanwezig, maar zullen we ook weer minder buien zijn. In de nacht schommelt het later in de week weer rond het vriespunt. Ja, en dit was het RN7 Regio Nieuws van vandaag. Voor het meest actuele nieuws kun je altijd terecht op onze website rn7.nl. En alle reportages zijn terug te vinden op ons YouTube-kanaal RN7 Online. Nu op RN7 kun je kijken naar een nieuwe aflevering van De Streek In. En wij zijn er morgen weer. Graag tot dan!